Voor het oude akkuis vinden we een beeldje van Theresia van Lisieux. Kleine Theresia, om haar te onderscheiden van Theresia van Avila. Theresia van Lisieux werd geboren in 1873 en al op 15-jarige leeftijd werd zij toegelaten in het klooster van de Carmelitessen, waar ook haar zussen waren ingetreden. Theresia van Lisieux was een geleerde vrouw. Zij studeerde ook Hebreeuws, om dichter bij het woord van Jezus te komen. Door Johannes Paulus II is zij uitgeroepen tot kerklerares. Theresia van Lisieux is al op 24-jarige leeftijd gestorven. En op haar sterfbed zei ze: als ik sterf, zal ik rozen laten regenen uit de hemel. En er zijn natuurlijk aanwezigen die zeggen dat het ook werkelijk is gebeurd. Daarom wordt Theresia vaak afgebeeld met rozen.